Hoi hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Dit keer een shopping haul video van AliExpress. Maar je ziet hier iets heel anders voor mijn neus liggen. Ik heb namelijk laatst verteld, toen ik de shopping haul bij Hobby Vision had gedaan, dat we binnenkort in juni naar Disneyland gaan en dat ik daar heel graag een album voor wil maken. En deze shopping haul heeft gewoon voor het grootste gedeelte te maken met dit tripje naar Disneyland. Ik heb hier nog één keer het blok liggen wat ik toen van Echo Park heb besteld bij Hobby Vision. Super mooi papier wat helemaal past bij het tripje naar Disneyland, waar ik een mooi album mee kan maken. En ik ben er heel druk mee, allerlei voorbereidingen aan het doen voor het album. Ik heb daarbij allemaal mijn Craft Sensations blokken die in de kast liggen doorgespit op zoek naar papier wat hierbij zou matchen. En ik heb best nog wel wat extra's gevonden. Want ja, je wil natuurlijk niet dat ik tekort kom. Dus het is altijd fijn om wat extra achter de hand te hebben. Ik had dit rode streeppapier gevonden. Deze past er ook mooi bij. En een rood stippenpapier. Dat komt uit dit blok, voor wie dat interessant vindt. Het Enchanted Forest. Een beetje een herfstachtig blok. Dan vond ik nog wat zwart-wit, wat natuurlijk overal bij kan. En ik heb ze er niet allemaal uitgescheurd, maar dat komt uit dit blok. Die leg ik er ook bij om eventueel tekort op te vullen. Dan heb ik uit het blok met die leuke kleurtjes, even kijken, deze gele gevonden. En deze blauw tinten, dat komt uit dit blok. Dat is wel een bekende volgens mij. Die kleurde er ook super bij. En ik vond nog, even kijken, deze, een beetje watercolor, ook in die blauwe kleur. In, even goed zeggen, dit blok heb ik laatst nog gekocht. Beaujardin, hier zie je hem. Dus die zou ik ook nog kunnen gebruiken. En ik vond nog deze, daar zit een zwart met witte stipjes, maar ook een paar van die gelige. En die passen er ook weer bij. En die komen uit dit Happy Day blok. Dus als ik te weinig heb in mijn Echo Park blok wat ik gekocht heb, heb ik gelukkig een goede voorraad aan extra's. En nu zijn jullie natuurlijk super benieuwd wat ik dan bij AliExpress gekocht heb, wat er ook mee te maken heeft. Nou, niet alles heeft ermee te maken, maar ik ga het je toch laten zien. De meeste dingen wel. Namelijk, deze dingen horen er niet bij. Maar dit zijn gouden klemmen waar je leuke lintenhangers aan kan maken. Dus je kunt hier allerlei linten en dan dit vastklemmen. En dan komt daar dus zo'n ringetje doorheen en dan heb je een leuke hanger. En die heb ik in twee maten besteld. Eén keer van 2 centimeter. Kijk, deze zijn zo in een V'tje, dan kan je ze ertussen steken en dan vastklemmen. In 2 centimeter en in 1 centimeter. Altijd leuk om aan je projectjes een leuk tesseltje van linten of iets anders te hangen. En ik had deze oorbelringen. Het zijn officiële oorbelringen. Maar ik ga er wat anders mee doen. Ook hangertjes van maken. Want je kan dit dus eruit halen en dan kan je hier leuk kraaltjes op aan hangen. Je kan hier kraaltjes aan rijgen, bedoel ik. En dan hier door dat oogje daarboven ook weer een ringetje en dan leuk aan het projectje hangen. Deze waren 3 centimeter, als ik me niet vergis, in doorsnede. Ja, 3 centimeter. Dus daar had ik ook een zakje. Dat hoorde niet bij mijn Disneyland bestelling, maar ik heb het wel net ook binnengekregen. Dus ik wilde jullie laten zien. Deze ga ik zo even laten zien. En dan heb ik voor ons allemaal, helemaal fout, helemaal Amerikaans, maar ik vond ze zo leuk, een t-shirt besteld. Family Trip 2023. En dan voor mij en mijn dochter een met Minnie Mouse. En voor de mannen hadden ze een met Mickey Mouse. Dus wij gaan straks gewoon lekker door Disneyland paraderen met ons Family Trip t-shirt. Echt super leuk vind ik dat. En gelukkig vond de rest het ook leuk. Dus die hebben binnen hele lekkere zachte t-shirts. Ze waren rond de 5 euro. De kleintjes waren iets goedkoper. En die voor de volwassenen ietsje duurder. Maar superleuk toch? Ik zie het helemaal voor me. Nou, dan heb ik verder nog besteld.
een heel leuk stempelset om mijn boek straks te versieren. Het zijn een klein beetje retro minis en mickeys. Ze tekenen ze nu ietsje anders, maar ik vind deze juist wel heel erg leuk. Een beetje die ouderwetse met dat schattige hoedje bij Minnie. Dan heb ik nog dit setje, stansensetje besteld. Hij moet denk ik zo. Hier een lekkere ijsje. En een lolly. Een beker met Mickey oren. En zo'n candy apple in de vorm van Mickey. En ik heb ook mijn standjes al uitgestanst. Dus strakjes wil ik ze met jullie in elkaar gaan zetten. Dan kun je meteen zien hoe ze dan worden. Dan heb ik nog een Mickey Mouse hoofd en een strik. Dus ik kan Minnie en Mickey maken. Superleuk toch? Dan heb ik hier nog het kasteel. En daaruit stans je dan ook meteen een Minnie en een Mickey die elkaar een kusje willen geven met een hartje. Gaaf vind ik die. En ik heb ook de Minnie en de Mickey met het kusje nog in het groter besteld. Super schattig toch? Nou, zoals ik al zei, heb ik hier een schaaltje liggen. En dan ga ik ze in elkaar zetten. Maar ik wilde ook nog even iets anders stofs laten zien. En dat heb ik van Melanie gekregen, van Mel's Creaties. Zij heeft al een klein Mickey album voor mij gemaakt. Heel gaaf, waar ik kleine fotootjes op kan plakken. Wat ik zelf wil maken is dan een wat grotere variant. Maar deze kan ik natuurlijk meenemen als we dan teruggekomen zijn. En aan andere mensen laten zien, de fotootjes laten zien. En het is gemaakt op de silhouet. Zij heeft zo'n cameo silhouet of zo heet dat geloof ik. En daar heeft ze deze hele gave, boek mee gemaakt. Super leuk ook. Ze heeft er lekker zitten naaien ook op de naaimachine. Daar is ze druk mee aan het oefenen. Dat is super goed gelukt en geeft een heel leuk effect. En allemaal leuke designpapiertjes op de achtergrond. En ruimte voor foto's. En heb je gezien, al die fotomatten hebben Mickey oortjes. Hoe schattig. Dit bijvoorbeeld is ook een Mickey die ze heeft gemaakt met de cameo's. Echt met laagjes opgebouwd. Dus geen standaard plaatje, maar echt als een soort standje. Een opbouwstandje. Tof, hè? En hier deze duim ook. En deze Mickey is ook op die manier in elkaar gezet. Superleuk. Die wilde ik jullie heel graag laten zien. Kijk, daar zelfs een shaker. Volgens mij heeft ze die ook uit de cameo gesneden. En daar zitten gouden en zwarte, gouden pailletten, maar ook kleine Mickey's. Maar dat kan je niet zo goed zien. Ze blijven een beetje op een hoopje liggen. Maar kleine Mickey'tjes zitten daarin. Dus die wilde ik ook heel graag even showen, want ik vind dat echt een super tof cadeau. En ze heeft me daarbij verwend, want ze wist dat ik zelf ook nog eentje wilde maken met allerlei stansen, of nou ja, eigenlijk ja, uit de cameo. De opgebouwd al helemaal in elkaar geplakt, dus super deluxe. En hier ook weer van die fotomatten die ik dan kan gebruiken. Oeps, er valt iets. Fotomatjes met oren die ik kan gebruiken in verschillende formaten. Een paar Mickey's. Gaaf, hè? Een paar Mickey broeken. De handjes. De duimpjes. En die leuke Mickey op zijn, met de armpjes onder de kin. De handjes onder de kin. En hier nog gewone Mickey. Zoals ze die hier op de voorkant heeft gebruikt. En ik denk ook de shaker van heeft gemaakt. Ja, kijk. Tof, hè? Dus die kan ik ook nog gebruiken. Dus nou, ik kan mijn boek strakjes lekker vol stoppen. Ik kan een mooi dik boek maken. Dus nogmaals, dat heb ik al tegen haar gezegd natuurlijk. Maar nogmaals heel erg bedankt voor deze gave spullen. En mooie album. En dan kan ik het aanvullen met mijn eigen standjes van AliExpress. Nou, even kijken. Ik had eerst deze uitgestanst. Oh, wacht. Deze. Dus het Mickey hoofdje. En eentje wilde ik Mickey laten. En dan had ik voor twee had ik een Minnie
strik. Die wil ik hier opplakken. De gaatjes kan je eruit drukken. Maar ik denk dat ik ze erin laat zitten. Want ik wil graag met Nuvo Drops. Ik heb witte Nuvo Drops. Tweedehands gekocht. En ze doen het nog prima. Dus dat is wel heel erg leuk. Crystal Drop Simple White heten ze. Gloss. En daarmee wil ik die stipjes gaan aanstippen. Zodat het een rood met witte stippen strikje wordt. Ik denk dat ik hier de lijm op doe. En ik hoop dat het natuurlijk een beetje goed lukt. Daarom heb ik maar meteen twee keer uitgestanst. Als er dan eentje niet zo mooi wordt, dan kan ik het opnieuw proberen. Want ik ken mezelf. Met dat soort dingen kan het nog wel eens. De ene keer lukt het heel goed en de andere keer ben ik aan het flodderen. Alsof ik het nog nooit eerder heb gedaan. Misschien wel herkenbaar. Ik geloof dat ik mijn lijm moet gaan bijvullen. Daar komt niet zo heel veel meer uit. Maar hij doet het nog voldoende. Nou, ze stansen hartstikke mooi en strak uit. Dus dat is al heel mooi pluspunt. En ik zal ook, als de video klaar is, in de beschrijving de linkjes van deze stansjes, waar als je eventueel ook geïnteresseerd in bent, je ze gemakkelijk kan vinden. En dan met die drops. De stipjes. Er zit een beetje luchtbel in, lijkt het wel. Maar ik zie, het zakt wel weer mooi. En dan ga ik deze natuurlijk zo meteen wel even goed wegleggen. Want als het nou lukt, dan moeten we het niet weer helemaal verpesten door het met de vingers te besmeuren. Dat zou zonde zijn. Kijk, niet onaardig. Ik leg hem gelijk even ver van me vandaan. En dan doen we meteen die tweede maar. Ik word er stil van, hè? Zie, dus dit zijn mooie glanzende witte stippen. Met de Nuvo Drops Crystal. En dan de Simply White. Er staat geen nummer op. Maar, nou ja, misschien kun je ze vinden. Ook die weer even ver weg, zodat ik hem niet verpest. Nou, dan had ik het kasteel uitgestanst. En natuurlijk kan je hem zo opplakken met die cut-outs. Is leuk. Je hebt dan meteen ook nog voor ergens anders twee leuke kleine Mickey en Minnie met een hartje. En ik had hem ook nog half op een zwart papiertje gelegd. Want ik dacht, misschien is het ook wel leuk om deze op te plakken. En dan deze zwarte erin. Het ligt een beetje aan de achtergrond waar je hem natuurlijk op gaat gebruiken. Ik kan het nu natuurlijk niet opplakken omdat ik nog geen boek heb waar het op moet komen. Maar zo zou het er dan uitkomen zien. En die hou ik nog even apart. Maar dan heb je ook gelijk het kasteel gezien. En zoals je ziet, het kasteel is wat groter. Deze heeft de maat 10 centimeter hoog en ongeveer 7,5 centimeter breed. Dus een mooie grote stans. Zo, waar zal ik die even leggen? Deze kan ook aan de kant, want die hebben we ook gehad. Oh, daar heb ik de maat niet van genoemd. Hè? Misschien zijn jullie daarin geïnteresseerd. 5,3 centimeter bij ongeveer 4,5. De Mickey en de Mini met strik. Want die Mini wordt niet heel veel groter. Nou, dan hebben we hier nog die grotere Mini en Mickey die elkaar een kusje geven. Die heb ik in het zwart uitgestanst met het hartje. Die kan er boven
hier zit hij eronder. Maar ik vind hem erboven ook wel heel leuk. En deze zijn 5. En als je hem dan in totaal 5 bij 8. Behalve als je het hartje natuurlijk erboven doet, dan wordt hij wat hoger. Maar 5 bij 8 zijn Mickey en Minnie samen. Nou ja, en die stansten ook in één keer super strak en mooi uit. Dus ook daar ben ik heel erg blij mee. En dan hadden we nog dit leuke setje. Met al dat lekkers. Ik zal hier even de dop op doen. En die heb ik in verschillende kleuren uitgestanst. Omdat het me leuk leek om daar dan een beetje mee te spelen. Alleen, die wilde ik in elkaar gaan zetten. Maar natuurlijk moet ik het dan ook ergens op doen. En dan ga ik even een reststukje papier pakken. En dan knip ik dat nadien wel weer uit. Even kijken hoor. Ik wil eigenlijk wit, maar ik vind het zo gewoon niet. Eén momentje. Ik heb dit stukje kwartstok. Want ik wilde dat bekertje dan, bijvoorbeeld die cirkel en dat minietje kan je er dan, of Mickey Mouse'je kan je eruit halen. Er zit dus zo'n, ik weet niet of jullie dat gezien hadden van dichtbij. Hier zo, bijvoorbeeld de beker. Wilde ik dan in het rood en dat cirkeltje dan in het wit erin en dan die Mickey weer in het zwart. Leek me wel leuk. En dat ga ik dan even hier opplakken. Dan knip ik dat. Ik denk dat dit een makkelijke vorm is om naar de hand uit te knippen. Om dan te gebruiken in mijn boek. Dus dan eerst de beker. En dan wilde ik er een witte cirkel in. En dan had ik een zwart Mickey'tje daar weer in bedacht. Ik denk dat zo de bekers, ik weet het natuurlijk nog niet, maar zo de bekers er maar uit zouden kunnen zien in Disneyland. En dan zo'n deksel erop. Oeh, zie, ik heb het gelukkig net niet te ver die kant op geplakt. Want die oren die steken natuurlijk een beetje uit. Zo. Leuk toch? En die dan zo her en der in mijn boek ertussen. Dan heb ik ook nog dat bakje ijs op diezelfde manier. Wil ik eerst een rode bakje. En dan met een zwarte Mickey erin. Die had ik hier nog liggen. Mini mini. Dit was misschien niet de juiste Mickey, maar want deze is net een tikkie kleiner. Misschien heb ik ze omgeruild. Volgende keer even opletten. En dan een witte slagroomtoef. Die ga ik nog even niet opplakken, want dit lijkt me heel lastig om uit te knippen. Maar die bewaar ik dan voor als ik hem in mijn boek ga doen. En dan is er nog een candy apple. Ken je misschien wel uit Amerika. Die heb ik 2 keer uitgestanst. Ik wilde een rode candy apple maken. En dan had ik bedacht, dan moet dat stokje wel een andere kleur. Dus in dit geval zwart. Dus dan knip ik deze eraf, het rode stokje. En dan ga ik dit zo lagen. Dus dan hebben we een zwart stokje en een rode Mickey candy apple. Dat doen ze daar wel in Amerika meer. Maar hier zie je het op kermissen soms ook wel. Dan heb je een appel met een stok erin. En daar overheen is van dat lolly spul gegoten. En er was nog een lolly of een ijslolly. En die heb ik ook 2 keer uitgestanst om te lagen. Zodat het stokje
een ander kleurtje kan. En nou leek het me leuk, omdat lollies en ijsjes toch altijd wel een mooie shine hebben, om daar dan met glossy accents, die heb ik ook nog, dat gedeelte van zoetigheid met de glossy accents in te smeren. En die gaat op een of andere manier, ook al heb ik hem pas nog gebruikt, altijd weer dicht zitten. En waar leg ik nou zo'n gouden naald? Gelukkig kan die met de naald gemakkelijk geopend worden. Even mijn lijm weer dicht. Ja, daar komt hij al. Dus hier lekker glossy accents op. En dan straks weer goed wegleggen, zodat hij mooi kan drogen. Maar zo lijkt het dan net zo'n gesuikerde laag als bij een echte lolly en een candied apple. Ik weet niet of jullie dat in beeld goed kunnen zien. Hier zit een luchtbel, die ga ik even doorprikken. Als het nat is, kan je het nog een beetje verdelen, als je het niet tevreden over bent. Maar zo heb ik toch een paar hele leuke embellishments om te maken om mijn Disney mini album, het fotoalbum van ons tripje, te gaan versieren. Leuk, hè? Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik ga even alle, hoe heet dat ook alweer? Alle linkjes voor jullie opzoeken en onder deze video plaatsen. En dan kunnen we binnenkort aan de slag met het mini-album. We moeten nog wel helemaal bedenken hoe het moet worden, dus verwacht het niet al te snel. Maar binnenkort dan zul je met mij samen ook een eventueel Disney, maar je kan het natuurlijk in een ander thema maken, een leuk nieuw mini-album kunnen maken. Dankjewel voor het kijken. Vond je deze video leuk? Dank dan even aan een duimpje omhoog en een leuke reactie. En ben je nog geen abonnee van mijn kanaal? Druk dan even op die abonneerknop. Ook is er een belletje. Als je daarop klikt, dan krijg je elke keer een berichtje als er een nieuwe video is geplaatst en zul je niks missen van mijn leuke nieuwe video's. Dankjewel en tot de volgende keer. Doei doei!